We zijn nu in het natuurhulpcentrum, hè, want dat is zijn mama kwijt. Dat klopt. Dus de moeder heeft het dier verstoten, waarschijnlijk door een loslopende hond die in de buurt geweest is of eraan gesnuffeld heeft. Die laat een geurspoor achter. Ja. De moeder komt terug, voelt zich bedreigd en die vertrekt en het kalfje verhongert. Dan moet hij nog niet gebeten hebben? Nee, of absoluut dan moet hij nog niet. Nee. Als hem in de buurt gekomen is, is het voldoende. En regelmatig komen we ook tegen dat de honden dus het kalfje doodbijten. Dus dat is puur instinct, want die beesten doen dat niet bij opzet waarschijnlijk. Hè? Dat is gewoon... Ja, dat is jachtinstinct van de hond. Hè. Kijk, hoe schattig. Dat is toch ongelooflijk lief. Dit is gewoon de grootste schattigheid ooit. Kijk. Oh. Het is om die beestjes te beschermen, moeten we er een hond aan de leiband houden dan. Het is niet alleen voor die beestjes een staf. Er zijn ook beestjes in de natuur. Hè. Dus denk maar aan de grondbroeders, de eenden, de kievieten. Dus loslopende honden betekenen altijd een gevaar in de natuur. Oké. Okay. Dus honden altijd aan de leiband. Right. Kapisch. Ik heb begrepen. Wel, het is heel normaal. Het zit in de hond zijn instinct om in de natuur op zoek te gaan naar spoortjes van wild en om dat op te zoeken. Maar dat instinct kunnen we ook in ons voordeel gebruiken. Neem zijn favoriete speeltje mee, verstop het ergens en laat je hond het opzoeken. Je kan dat ook doen met wat koekjes die je verstopt in het gras. Of je kan aan een van je kinderen vragen om zich te verstoppen achter een boom. Je hond kan daar dan naar op zoek gaan. Als hij die vindt, die is super blij dat hij zijn baasje heeft gevonden. En hij is er ook nog eens doodmoe van, want hij heeft zijn neus gebruikt.